Ja, dan Ola, 3-0 overwinning. Dat lijkt me een lekkere avond. Ja, absoluut. Ik vind ook dat we als elftal het prima hebben gedaan vanavond. Dus dat is 3 punten en een elftal wat goed bezig is. Jullie begonnen heel sterk aan de wedstrijd. In de tweede helft kreeg je na die rode kaart wat moeilijker. Wat is jouw hele gevoel na de wedstrijd zo? Nou, zeer positief. Ik denk dat we 25 minuten lang een elftal hebben gezien dat goed aan de bal is. En na die rode kaart heb je een elftal gezien wat ook echt een team aan het worden is. Nou, dat zijn twee enorme pluspunten van vanavond. Ik heb de rode kaart zelf nog niet teruggezien. Jij stond natuurlijk vlakbij. Was het een terechte kaart? Ik dacht in eerste instantie van niet, maar hij zei net na de wedstrijd dat hij zo overtuigend was dat het echt rood was. En dat hij het ook had gehoord via zijn headset. Dus moet de beelden nog terugzien. Dus ik kan er niet zoveel over beoordelen. Jullie zijn met overwinning op Volendam en nu vanavond Eindhoven heel goed uit de winterstop gekomen. Als ik kijk naar het elftal en ik vergelijk het met het elftal voor de winterstop, dan lijkt het een heel stuk scherper, een heel stuk frisser. Hoe beleef jij dat zelf? Nou, ik vind dat wij elke dag proberen om beter te willen op een bepaalde manier waar onze trainers mee bezig zijn. En dat pikken wij gewoon heel erg goed op. En dat is de grootste pluspunt na de winter. We zijn gewoon een paar stevige gesprekken gehad in de winterstop. We zijn duidelijk naar elkaar geweest en het team pakt het goed op en doet zijn ding gewoon heel erg goed. Wat voor gesprekken voer je dan in de winterstop als je zegt je hebt het over stevige gesprekken? Nou ja, waar we nog wel moeite mee hadden voor de winterstop was hè, de wisselvalligheid. Je speelt fantastisch tegen Eagles, die verliezen dan weliswaar en een week daarna is het weer heel erg minder of een stuk minder tegen Almere. En dat stukje dat moet eruit. Daar zijn we goed mee. Mee bezig, denk ik. Je werkt nu natuurlijk al een tijdje onder Marinus Dijkhuizen. Merk je echt heel veel verschil met de werkwijze van Maaskant? Ja, het is natuurlijk makkelijk gezegd dat je nu meer punten pakt. Maar ja, we zijn gewoon echt ergens mee bezig elke dag. En hij bereidt ons goed voor op onze tegenstander, op de manier van spelen, hoe we dat willen gaan ontwikkelen. Dus ja, wat mij betreft zie je duidelijk verschil. Je krijgt vanavond natuurlijk een penalty tegen, maar ik denk dat als je kijkt naar jouw prestaties dit seizoen, dat je ook een hele stijgende lijn door maakt. Dat je redelijk goed speelt, in ieder geval beter dan vorig seizoen. Waar zit hem dat in? Vorig seizoen was het voor mij gewoon heel erg moeilijk. En heb ik me enorm druk gemaakt om de club. Nou, is mij dat niet ten goede gekomen en heb ik gewoon een heel slecht seizoen gedraaid. Uiteindelijk is de club gedegradeerd. En dat was voor mij heel erg pijnlijk. Nou, ik heb twee dingen kunnen doen. Dat is mezelf zielig gaan vinden. Of gewoon keihard trainen. En dat heb ik gedaan. Ik ben keihard gaan trainen in mijn eigen vakantie. Ik ben super scherp teruggekomen. En gelukkig heb ik de stijgende lijn weer te pakken. Jullie lopen in op VVV dat vanavond verliest. Sparta blijft natuurlijk punten pakken. Hoe schat je de kampioenskansen van NAC op dit moment in? Nou, als ik eerlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Ik vind echt dat wij als team gewoon stappen vooruit maken. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Wij willen gewoon meedoen om de bovenste plekken. Maar wij willen ook gewoon vooral goed voetbal gaan spelen. En ik denk dat als je die dingen samen pakken, dan heb je uiteindelijk word je daardoor beloond. En hopelijk is dat voor NAC een promotie naar de Eredivisie. Maar nogmaals, het ontwikkelen van het team staat voor mij betreft bovenaan. Helder verhaal, dankjewel. Goedenavond.